besmettingen flink toegenomen. Het land zit sinds een week in volledige lockdown. Even een overzichtje. In Suriname zijn voor zover bekend sinds 31 maart geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. We bemerken dat bij elke maatregel die genomen wordt, men probeert om er onderuit te komen. En kijkt u daar, dit zijn gewoon beelden, gewoon van één dag maar. Er zijn speciale coronamaatregelen getroffen. Er mogen minder mensen in de stemlokalen dan gebruikelijk. Potloden worden na het stemmen vervangen. Er zijn 3 doden geteld, 187 geregistreerde besmettingen en meer dan 200 mensen zitten in quarantaine. Nu de druk op Suriname steeds groter wordt, heeft het Nederland officieel om hulp gevraagd. Wij allemaal hier op dit moment zijn potentiële dragers van het virus. Take it like that. Het is niet anders. Ja, Jurgen, dat is die Daniela Vera, hè? Gezicht van de coronabestrijding. Ja. Hele felle, duidelijke tante. Ja, absoluut. Nogal. Je ziet ook dat zij echt de taal van de mensen spreekt. De Surinaamse Sarantong is echt impeccable. Dat moet ik zelf 2 keer luisteren, wat zegt ze nou? En ja, weet je, er wordt om er gelachen. Ik heb zelf ook meegedaan in een clip over Doe Het, want dat was echt dat ding dat er gebeurde toen. Mm-hmm. Maar ze zei het laatst, zei ze het heel treffend in het persconferentie. Ik weet dat jullie allemaal lachen en ik weet dat jullie lachen om de dingen. Ik zeg, maar dat is goed, maar dan begrijpen jullie waar ik het over heb. En daar gaat het om. Ze heeft de militaire academie gedaan en het is echt een pittige... Ze is kolonel, hè, geloof kolonel ik. Is, ja. Is het... want jij hebt vrienden daar, familie ook, denk ik, of niet? Familie, vrienden, ja. Ik bedoel, ik ben daar opgegroeid. Dus voor mij is het, het is en blijft mijn moederland, een beetje, ja. Maak je je ernstige zorgen? Ik maak me behoorlijk zorgen, omdat nu zitten we in een fase waarbij het eigenlijk... Een soort community spread heb waar die niet meer te controleren is. Want ze kunnen ook niet meer tracen, het gaat nu heel snel... Bovendien hebben we gewoon de middelen niet. Ik bedoel, Suriname heeft echt zijn best gedaan. Met Su4Su, de actie waarmee we bezig zijn... Zijn ze vanaf maart begon Jules Fernandes, een zakenman in Suriname... die zei, jongens, we moeten iets gaan doen... want de zorg gaat dit niet trekken als het fout gaat in Suriname. Jules Fernandes, van die blikjes? Van die blikjes, die Fernandes, ja, precies. Ja. En hij zei, we moeten iets gaan anders gaan drukken. En toen heeft hij met de VSB, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven... hebben ze toen het initiatief opgezet. En je ziet het ook nu dat, ja, weet je... Mensen hebben gewoon voorlichting nodig. Want heel wat mensen beseffen nog niet hoe heftig het is. Ik zit soms ook met mijn moeder en mijn schoonmoeder aan de telefoon... en denk ik van, jongens, blijf toch even thuis. Ja. Maar ja, weet je, dan hoor ik, ja, maar vandaag kan ik op mijn meisjesnaam naar buiten... en volgende week op mijn Want dat is nu zo, hè? Je kan, ja. Er is een lockdown. Er is een lockdown, en... je moet, dus je kan per dag... zijn er een aantal achternamen, dus A tot D of zo... Maar ja, mijn schoonmoeder zei, ja, maar vandaag ben ik op mijn meisjesnaam... en dan ga ik donderdag op mijn getrouwde naam gaan. Weet je? We proberen allerlei manieren er onderuit te komen. En ik begrijp het ook, want als het niet echt dichtbij komt... is het heel moeilijk om te bevatten hoe ernstig het is. Maar Jurgen, wat ik even niet zo goed begrijp... het ging heel goed in Suriname. Ja. Er waren amper besmettingen. Waardoor is het nu opeens zo ernstig? Het is heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Het vermoeden is dat het vooral in de pre-verkiezingsperiode is gebeurd... omdat er mensen vanuit het oosten vooral naar Suriname kwamen... Omdat je vandaag in het oosten van Suriname heb je Albina. En daar heb je grote Maron-bevolking. En die wonen eigenlijk aan beide kanten van de kust. Ja. Nou, aan de overkant, sinds Frans Guyana, sinds Frankrijk gewoon. En daar waren er een aantal besmettingen al. En een paar van die mensen zijn naar Paramaribo... om te gaan stemmen. Om te gaan stemmen, onder andere naar Suriname gekomen te stemmen. Ja. En daar begon het fout te gaan. Daarnaast heb je nog een aantal Brazilianen... die illegaal over de zee en de rivier Suriname zijn binnengekomen. En daarvan is er vandaag eentje overleden zelf, die ziek was. Dus het is... Ja, daar is het begonnen. In Suriname ging het echt goed. En het responsteam, mevrouw Veira, ook Jerry Slijger... die je net zag praten met het oranje shirt... die is nu zelf ook besmet. Het is een van de mensen van het responsteam. Die er echt voor... dit is Jerry. Deze man. Ja, die ervoor gezorgd heeft, weet je, dat alles getraced werd. Dat iedereen direct in veiligheid werd gebracht. Ja. Ze hebben een waanzinnig goed beleid gedaan met mensen die binnenkwamen... om die in quarantaine te zetten 2 weken. Dus want er zijn vandaag de 4 doden gevallen. Ruim 200 besmettingen. Ik geloof dat het echt flink aan het groeien is. Ja. Waar heeft Suriname behoefte aan? Waar zijn er tekorten aan? Suriname heeft op dit moment aan 3 dingen is er echt dringende behoefte. De eerste is de zogenaamde PPE's, de Personal Protection Equipment. Dat is echt dringend nodig, want de mensen hebben dat niet. De mondkapjes. Mondkapjes, maar ook gewoon de pakken waar je het over had. De mensen die de witte pakken, de schort. Ik bedoel, zo'n plastic schort alleen kost 6 euro. Nou, dat kan je in Suriname kunnen ze dat gewoon niet betalen. We hebben voorlichting nodig. Er moet een campagne komen om de mensen duidelijk te maken wat er nodig is. En daarnaast onze
verzorging, onze zorg, onze verpleging, die lopen echt al op hun tandvlees. Dus we hebben ook verplegend personeel nodig. En die zitten allemaal hier, toch? Heel veel verplegers werken hier. Klopt, je hebt de hele tijd een brain drain gehad vanuit Suriname. Zeker op het gebied van verplegend personeel, IC-personeel. Omdat in Suriname ze gewoon heel goed opgeleid zijn. Ja. En ze spreken de taal, dus het is ook heel makkelijk om ze hier direct te implementeren. Ja. Als ze vandaag gehaald worden. Maar ja, we hebben die mensen gewoon nu, en ook Nederlanders, hebben we echt dringend nodig om ons te helpen ermee. Want het gaat. De zorg voor diabetes bijvoorbeeld, voor mensen die moeten dialyseren, die loopt achteruit, omdat we op dit moment een tekort hebben aan medisch personeel. Nu is er die stichting, SU4SU, daar zet jij ook voor in. Jij bent ambassadeur daarvoor. Ja. Afgelopen weekend was de aftrap met een filmpje. Gaan we even naar kijken. Ja. Ja, mooie beelden. Suriname, prachtig land. Ja, maar daar hebben journalist Henna Draaibaar, die werkt hier ook aan mee, die zei geen klassiek bedelfilmpje. Nee, absoluut niet. Het Surinaams volk is trots. En we hebben het tot nu toe heel goed alleen kunnen doen in Suriname. Je moet nagaan dat er op dit moment heeft SU4SU, vanaf maart zijn ze bezig mee, dus vanaf Jules begonnen is, hebben ze 1,3 miljoen euro ongeveer omgerekend al opgehaald. Het is een enorm bedrag voor een land dat in een economische malaise zit, waar het zwaar gaat. En we hebben ook bewust gekozen om een film te laten zien van trotse mensen, werkende mensen, want daar gaat het om. En we hebben het zo ver mogelijk alleen proberen te doen. Maar nu hebben we gewoon het extra setje nodig. En daarom doen we ook beroep op de Surinamers hier in Nederland. Maar ook de Nederlanders. Ik bedoel, elke Nederlander heeft wel eens iets met Suriname gehad. Ik sprak net. Ja, je bent ook in Suriname geweest bij de politie. Heb je ook goed contact mee met de politie daar? Mm. Maar als je kijkt, alle stagiaires, 99% van de stagiaires die in Suriname rondlopen, zijn Nederlandse kids. Die hebben allemaal contact met Suriname. En ja, de verbintenis van die twee landen, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar Jurgen, wat vind je dan van de aanpak tot nu toe van de coronacrisis door de regering Boutersen? Nou, ik denk dat Boutersen, de regering heeft het COVID-team eraan gezet. En daar zit over zover is ze daarachter. Die hebben het tot nu toe heel erg goed gedaan. Maar ja, als je op een gegeven moment de middelen niet hebt om je grenzen goed te bewaken, als je de middelen niet hebt om ervoor te zorgen dat mensen het land die binnenkomen op een illegale manier. Want je praat over een land dat 5 keer zo groot is als Nederland. Ja. Ik bedoel, probeer dat maar even te bewaken met een klein leger en een kleine politie. Maar de regering van Suriname heeft nu wel officieel hulp gevraagd aan Nederland, hè? Ja. Dat heb ik begrepen. Er is nog geen antwoord. We hebben nog niet over wat de uitkomst is. En ik kan me voorstellen dat de diplomatieke betrekkingen tussen die twee landen, die zijn opgeschort een tijd geleden. Dat is van de Surinaamse zijde ook nog gebeurd. Toen de vorige ambassadeur geweigerd werd om geïnstalleerd te worden in Suriname. En ik kan me voorstellen dat er een zekere terughoudendheid vanuit Nederland is. Maar ik doe echt een beroep op Nederland bij deze. Doe ik echt een beroep vanuit mijn hart. Laten we even boven de politiek uitstaan. Want het gaat hier om mensenlevens. En het gaat om mensen die onze taal spreken. Het gaat om mensen die onderdeel van het koninkrijk waren. Ik bedoel, als je grote broer uit huis gaat op een gegeven moment om zelfstandig te zijn, wil het toch niet zeggen dat je voor de rest van je leven niet meer daarom omkijkt. Maar dat je nog iets kan doen daarvoor. En daar gaat het vooral. We moeten even boven de politiek uitstijgen. Het gaat niet om Boutersen meer. Het gaat nu om de bevolking van Suriname die het heel ver had zelf even gebracht. En nu even dat extra setje nodig heeft. Ik vind het mooi. Je zegt eigenlijk, Nederland heeft ook eigenlijk een ereschuld aan Suriname. Nou, ik vind het geen ereschuld. Ik hou niet van ereschuld. Ik vind dat we hoe moet ik zeggen, het is ook geen verplichting, maar we hebben wel een relatie met elkaar die je niet zomaar kan wegvlakken. Ik bedoel, als je kijkt naar de bevolking hier, er wonen 300.000 Surinamers, mensen van Surinaamse afkomst in Nederland. Mm. Terwijl er maar 500.000 in Suriname wonen. Dus meer dan de helft zit hier. Maar roep je de verplegers die hier werken, Surinaamse verplegers, pak je bultje en terug naar Suriname? Ook Nederlandse verplegers. Want ik weet bijvoorbeeld, er is een specialist, volgens mij in Nijmegen, die heeft al aangeboden dat hij wil gaan. Ja. Er is een Hollandse vrouw die zou trouwen in april, Nienke, die zou trouwen in april in Suriname. Dat kon niet doorgaan door de hele coronacrisis. Nou, die zit in de zorg, die is afgestudeerd uit HBO voor de zorg. Die zei, ik ga naar Suriname. Dat zijn er al twee. Dat zijn er al twee. En we hebben nog veel meer nodig. En weet je wat het mooie is? Er zijn heel veel initiatieven die nu plaatsvinden in de gemeenschap. En het zijn allemaal goed bedoelde initiatieven. En ik wil geen van ze disqualificeren, want we zijn heel trots dat iedereen direct ook op de bres springt voor het land. Ja. Maar het enige wat ik de mensen vraag vandaag, en daarom zit ik ook hier, van laten we het met z'n allen gekanaliseerd en georganiseerd doen, zodat er één aanvoerlijn is waar alles naartoe gaat. SU4SU heeft in Suriname, hebben ze daar een distributiecentrum waar alles terechtkomt. Liever via SU4SU. Er is een
transparante geldstroom die iedereen kan inzien waar het geld naartoe gaat, hoe het gebruikt wordt. Ja. En ja, we moeten er gewoon aan doen. En dan nog even je shirt laten zien. Ja, mijn shirt. We hebben dit shirt laten zien. Ik zat er af te vragen. Is te bestellen? Bij SuperSu. Ja, bij SuperSu. Opbrengst gaan naar... De opbrengsten gaan ook naar SuperSu. En ik denk dat heel wat Nederlanders het nodig hebben. Oh, en dan kan Lea er eentje aan met een veetje bij de corona. Nee, maar die heeft ze niet meer. Dus nee, ze heeft het al gehad. Ja. Nee, mooi. Ik vind het mooi om te zien dat het jou zo aan het hart gaat, dit. Het gaat me heel erg naar het hart. En ik hoop echt, weet je, Robin van Veer heeft laatst ook met voedselpakket iets goeds gedaan. Ja, mensen kunnen ook geen boodschappen doen. Dus het is allemaal nodig. Maar het gaat nu vooral om die drie dingen voor mij. De PPE's, dus de personal protection equipment. We moeten informeren. En we hebben verzorgend personeel nodig. Dank je wel en veel succes. Dank je wel dat je de aandacht kreeg. Trouwens, we hebben ik nog even iets, want ik weet niet, Frans Klein kijkt altijd. Ik heb hem vandaag gebeld dat we uur zendtijd willen hebben op NPO 1 om actie te doen voor Suriname. Frans, je hebt me nog niet gebeld. Waar is de camera? Frans, je hebt me nog niet gebeld. Reken op je. Suriname rekent op je. Als je hier niet naar luistert, dan kan hij niet meer terug. Iets anders. Afgelopen week overleed Aad van den Heuvel, nestor van de Nederlandse tv-journalistiek.